De nachtzoen. Hij mag dan de 30 zijn gepasseerd. Deze dichter laat zich niet weerhouden van spannende nachtelijke avonturen. Het Amsterdamse uitgaansleven levert niet zelden nieuwe gedichten op. Een nachtzoen van René Oskam. Heb jij een avondritueel? Ja, ik ben eigenlijk niet heel erg van de rituelen, maar ik heb wel boven heb ik een slaapkamer waar ik dan slaap. En daarnaast zit mijn kantoortje waar ik veel werk doe. En op dat kantoortje staat een papegaai. En die ga ik dan voordat ik ga slapen nog heel eventjes gedag zeggen. En daarna kom ik nog even te kooien en dan eik hem over zijn bol. Hoe heet die? Ramses. Ramses. Ja. Cool. Ja. En Ramses wordt dus elke avond een beetje op bed gelegd? Ja, min of meer wel, ja. Of op stok gezet. En dan? Wat gebeurt er na het aaien? Ja, meestal loop ik dan nog, want ik heb ook twee katten. En dan loop ik nog wel even naar beneden om te kijken of ze dan wel naar binnen, dan wel naar buiten willen. Vaak weten ze het zelf ook niet zo goed. En dan ga ik naar boven en dan ga ik met mijn vriendin strijden over wie het licht moet uitzetten. Dat strijden? Altijd, ja, want het is altijd eentje, die liggen we allebei al in bed en dan komen we erachter dat het licht nog aan staat. En dan moet dat nog uit, dus dan moet er een van ons twee weer uit bed om het licht uit te zetten. En wie wint? Mijn vriendin. Eigenlijk altijd wel. En jij moet er dan dus uit? Ja, ik moet er dan weer uit. Ja. Uit dat lekkere warme bed. Uit dat lekkere warme bed, inderdaad. Ach, ja. Leed. Ja. Ja. En dan ga je lekker slapen? Meestal wel, ja. Ben je een vroege slaper? Ik ben echt wel best wel een slaapkop. Ik lig wel elke dag wel zeker voor 11 uur in mijn nest. Of in mijn bedje. En ik hoef zelf eigenlijk nooit echt vroeg uit. Maar mijn vriendin zet meestal wel rond 6:30, 7 uur de wekker. En dat gaat dan met een hoop kabaal. Dus dan word je ook wel vaak wakker. Dus dan lig je ook niet nog heel lang erin. En dan begint de dag. En gaat dat in de weekenden ook zo? Nou, ik heb in de weekend een klein beetje een omgedraaid ritme vaak. Hoewel dat nu ik wat ouder, ik ben al 30 geworden. Dus ik word wel wat minder. Ja. Wat voor nachten beleef je dan zo aan de weekenden? Heel gevarieerd. Maar ik ga vaak met vrienden op stap of met vrienden gewoon thuis. Dan kan het ook natuurlijk heel laat worden. En dan, dan zien we waar het avontuur ons brengt. Dat kan alle kanten op. Ja? Mm-hmm. Wat maak je zo mee in de nacht? Het is waar ik zelf heel erg van geniet, is dat je in de nacht nieuwe mensen kan ontmoeten. In het uitgaansleven bijvoorbeeld. Die vaak voor mijn gevoel 's nachts veel opener zijn dan overdag. Omdat ze dan zo heel erg in een rolletje zitten van hun werk en hun dagelijkse sores. En 's nachts laten mensen dat schild vaak vallen. Dus dan zijn ze veel opener en maak je makkelijk contact met ze. Dus dat vind ik dan wel een van de prettigste dingen van dat soort nachtelijke avonturen. En wat gebeurt er dan? Je hebt gesprekken over van alles en gekke dingen maak je mee. Je doet inspiratie op met dat soort nieuwe mensen. Ook als schrijver inspiratie? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, het is juist die onverwachte, absurde gesprekken die je af en toe kan voeren met een volledig onbekende. Dat kan wel heel interessant zijn. Ja. En is er dan nog een tip van hoe je het best zo'n gesprek in de nacht aan kunt gaan met iemand? Nou ja, je moet gewoon beginnen met praten en dan zie je vanzelf waar het heen gaat. En heb jij ook een schild om af te zetten? Ik probeer altijd wel vrij open te zijn, maar ik ben wel makkelijk met contact leggen, denk ik. Ja. Dus echt een schild, een klein schildje misschien soms. Klein schildje. Ja. Of vooroordelen die je af en toe even weg moet leggen over hoe iemand er bijvoorbeeld uitziet. Oh ja? Mm-hmm. En wat is een trigger om op iemand af te stappen? Vaak toch wel oogcontact en een vriendelijk gezicht. Maar juist ook soms totaal tegenovergesteld. Als je zo'n hele grote, bonkige gozer ziet staan, dan juist even denken van hij is eigenlijk wel een beetje eng. Maar dan toch proberen om er wat leuks uit te halen. Wat zeg je dan? Hey, ik ben René. Ik ben René kan inderdaad een begin zijn. Maar gewoon af en toe, je kan ook zeggen van zo, jij bent echt veel kleiner dan ik, bijvoorbeeld, om iets stoms te noemen. En dan kijk gewoon hoe die reageert. Wat natuurlijk een hele stomzinnige opmerking is, om dat tegen iemand te zeggen die veel groter is. Gezien het feit dat ik niet super groot ben. En soms vinden ze het dan grappig en dan gaan ze erop door. En soms vinden ze je echt een sukkel en dan loop je zo snel mogelijk weg voordat je klappen krijgt. En dat vat je dan niet persoonlijk op? Nee, natuurlijk niet. Dat heb je toch geprobeerd? Ja. Niet je geschoten legt ons, altijd dus. Je legt ons op bed met een gedicht van eigen hand, hè? Ja, zeker. Zal ik het voorlezen? Ja, kom maar op. De maan draait om de aarde en die draait een pirouette. En terwijl deze dans geschiet, lig ik wakker in mijn bed. De wind fluit door de bomen, speelt een volmaakte symfonie. Laat de takken sierlijk zwingen, de perfecte choreografie.
De regen geeft het ritme aan, rikketik-tik-tik-tik-tik. En de enige die het aanschouwen zijn de nieuwe maan en ik. En in de coulissen schijnt het licht van een nieuwe dag die wacht. Maar tot die dag bewonder ik het theater van de nacht.